Ja, dat is een heel piepstemmetje. Sopraan. Ja, ja, okay, ja. Goed, sopraan. Een lachgasstemmetje of zoiets. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Moeten we nog 1 minuut wachten? Of, Nee, luister eens, van mij mag je beginnen. Wie komt, die komt. Nog. Ja, oké. Okay. Nou, u herinnert zich dat ik een paar weken geleden een algemene sjoer op dezezelfde Zoom uitvoerig heb gesproken over tefila. En deze Gemara, waar we de vorige week ook al uitvoerig over hebben gesproken, die gaat uitvoerig in op de, ja, ik zou, hoe moet ik zeggen, op de achtergronden en de manier waarop de tefila tot stand is gekomen. Eigenlijk om ons ervan ja, te doordringen dat het allemaal niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar dat de Chachamim heel erg nagedacht hebben voordat ze de tefila, en dan spreken we met name over de Shmone Esre, voordat ze de Shmone Esre hebben samengesteld. Met name met de 18 Brachot, waarvan er dus tegenwoordig 19 zijn. En dat zijn er dus 3 in het begin. Dat zijn 3 Brachot van Hoda'a, dank en lof aan Hashem. Dan zijn er dus de midden Brachot, dat zijn er 19 min 6, hoeveel is dat? Zijn er als bakasha, als vragen die ik aan de Kodesh Baruch Hu stel, iedere dag weer over nou, de dagelijkse dingen die de mens nodig heeft. Over panasa en allerlei mogelijke dingen. En de 3 laatste zijn de dankbare God die ter afsluiting van de Shmone Esre worden gezegd. En daar gaat het nu over. En de vraag is, hoe is dat allemaal samengesteld, hoe is dat bij elkaar gekomen? We hebben vorige keer hebben we het gehad over de Mizmor de David, waarin dus een aantal keren de naam van Hashem voorkomt en dan daarvan zijn het aantal brachot vastgesteld. En daar gaan we vandaag nog even over door en dan komen een aantal heel gedetailleerde zaken over ter sprake. En dan moeten we beginnen, ik hoop dat iedereen een Gemara heeft, op Daf Kaftet 1, dat is 29a. Of liever gezegd 28b, 1 eerder, Kafget Beet, de allerlaatste 3 regels. Kafget 28b, de alle 3 laatste regels. Heeft iedereen dat? Paul, heb je dat? Paul, nou, hoor je niet. Ik moest even weer mijn geluid hebben. Ik heb een vingertje erbij. Ja, oké. Okay. Ik ben goed te verstaan? Je bent prima te verstaan. Oké, okay, prima. Goed, gaan we door. Maar ik zet mijn geluid uit als me. Ja, ja, oké. Okay. De Gemara zegt dan op 28b, op de 3e regel van onder. Even kijken. Tweede regel. Tanu Rabbanan. Shimon Apkuli hisdia yudchet brachot lefne Rabban Gamliel ala seder v'yavne. Die Shimon Apkuli, die heeft de 18 brachot van de Shmone Esre voor Rabban Gamliel in Yavne samengesteld. En dat is in een tijd waarin heel veel, ja, apikorsie, dus mensen die tegen het oorspronkelijke Jodendom aan proberen te reageren, reform en allerlei andere, de tzidukim onder andere, die waren daar. En daarom zegt de Gemara in die tijd, Amalem Rabbi Gamliel Lachachamim, toen heeft Rabbi Gamliel gevraagd aan de andere leden van het Beitin, Yesh Adam, is er misschien iemand hier, is er iemand die een braga kan componeren, zou ik zeggen, tegen het tzidukim? Die tzidukim waren een groot gevaar in die tijd voor het Jodendom, omdat ze zich voordeden als wetsgetrouwe Joden, die zich aan alle wetten hielden. Maar het kwam erop neer dat ze een aantal dingen, vooral van de Torah Shebaat Peh, anders interpreteerden en dus op een heel andere manier deden. Bijvoorbeeld, een van de meest misschien saillante voorbeelden,
U weet dat op Yom Kippurim was de enige dag in het jaar dat de Kohen Gadol het Kodesh Koroshim, het Allerheilige van het Beit HaMikdash, binnen moest gaan met een schaaltje van ketoret, van reukwerk, en dat moest hij daar in het vuur leggen. En die uitleg hoe hij dat moest doen, die is uitvoerig besproken in de mondelingenleer, in Yuma. En die mondelingenleer werd door de Tzidukim niet aanvaard. En die Tzidukim hebben dus de manier waarop die Kohen Gadol, ze af en toe waren in die tijd van de Gasmonim, ook later, waren er hoge priesters die niet helemaal, we zouden niet helemaal kosher waren, die Tzidukim waren, komt zo direct trouwens in de Gemara voor. En die hebben de manier waarop zij met die ketoret binnengingen in het Kodesh Koroshim en het op het vuur legden, anders gedaan dan de halacha voorschrijft. En dat was een essentiële andere wijze van dienst van avoda op Yom Kippur. En dat was de Perushim, die konden dat niet accepteren. Met andere woorden, vele dingen waarin die Tzidukim, die zich naar buiten heel, we zouden zeggen, orthodox voordeden, heel anders dachten en probeerden om het orthodoxe Jodendom op die manier te veranderen. En daarom heeft men besloten om in die Shmone Esrei een bracha in te voeren om tegen die Tzidukim, dat, en die bracha, dat is de bekende Ga Vlamar Shinim Alti Tikwa. En hier vroeg dus Rabbi Gamliel en Rabbi Nachman, wie kan een dergelijke braga samenstellen? Het is niet zo eenvoudig om een braga samen te stellen in de Shmone Esrei, waarin we eigenlijk aan HaKadosh Baruch Hu vragen om dit soort mensen ver van ons te houden. Het is niet de weg van het Jodendom om andere mensen als zodanig te beschamen en ver te houden. Maar die mensen waren zo'n gevaar voor de instandhouding van het normale Jodendom, dat men toch gemeend heeft in de Shmone Esrei een braga tegen deze mensen in te moeten stellen. Maar er was eigenlijk niemand die zich geroepen voelde om dat te doen. Behalve, en uiteindelijk zei men dus, er is maar één man die dat kan, en dat is Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan was een uitermate vrome man, die nooit iets over iemand anders kwaad zei, die nooit iets deed wat ook maar enigszins dubieus was. Dus dacht men dat die was de man die zou dat kunnen samenstellen, zo'n braga, want die had ook geen antecedenten waarop je kunt zeggen, nou, zo iemand doet dat graag om anderen te beschuldigen en anderen te proberen te elimineren. Dus hij, die Shmuel HaKatan, die heeft inderdaad die braga van Vlamar Shinim heeft hij samengesteld. Maar we zullen zien, dat is toch een hele moeizame braga eigenlijk. Vlamar Shinim Alti Tikwa, u kent de braga, dus aan de mensen die boos willen, die kwaad willen, die ons een andere Jodendom willen opleggen, mogen zij geen hoop hebben. En mogen zij dus geëlimineerd worden. Ik heb nu niet in de hand. De Shana Geret, een jaar later, dus in dat jaar heeft men die braga vastgesteld. En een jaar later, toen Shagaga, was die toch op de een of andere manier, was die braga vergeten. Of dat nou komt, omdat men hem niet regelmatig gezegd heeft in het begin. Dat is mogelijk. Want u weet, vele zaken die de Chachamim ingesteld hebben naar een bepaalde gebeurtenis, zijn in de eerste jaren niet helemaal door iedereen en regelmatig gedaan. Voorbeeld is bijvoorbeeld, na de overwinning op de Syriërs van de Gasmoraim, heeft men Chanukka ingesteld. Chanukka met het aansteken van de menorah. En ook dat heeft men pas een jaar later gedaan. En pas langzamerhand is dat Chanukka is dus erin gekomen. Dus met andere woorden, het gaat allemaal niet zo makkelijk om nieuwe instellingen te maken die er van tevoren niet zijn. In ieder geval, die braga Vlamar Shinim, die was er een beetje uit. En toen zelfs die Shmuel HaKatan voordavende, zullen we zeggen,
toen heeft hij hem niet gezegd of niet kunnen zeggen in zijn totaliteit, want hij was een beetje vergeten. De schief stein me shalashot, en 2 à 3 uur was men bezig om die bracha weer boven water te halen. Maar lo elohu, men heeft hem, die Shmuel Katan die voorgedaan heeft, men heeft hem niet afgezet als shliach tzibur. Daarop vraagt de Gemara, amai lo elohu, waarom heeft hij hem niet afgezet als shliach tzibur? Waar Rav Yehuda amar Rav? Er is toch een uitspraak van Rav Yehuda uit naam van Rav, dat ta'a be'achat mikol abrachot kulan, 1 ma'avilin oto. Inderdaad, wanneer iemand niet meer juist precies de tekst deed van de brachot in de Shmoneh Esrei, en er is een shliach tzibur, dan moet men hem niet afzetten, behalve be'achat atzidukim ma'avilin oto. Alleen als hij de Birkat Tzidukim, als hij die niet goed zegt, dan moet men diegene afzetten. Waarom? Gai Shinan Shema Minhu. Zo erg was het in die tijd kennelijk, dat men bang was dat deze meneer, die Shliach Tzibur was, dat hij niet die bracha vergeten heeft of niet goed gezegd heeft, omdat hij niet meer kon, maar omdat hij hem opzettelijk wegliet, omdat hij zelf behoorde tot die secte, zullen we maar zeggen, tot die secte die van de Tzidukim, die het niet eens, de Iotakana, hij heeft toch die bracha zelf gemaakt. Hem wil je dan afzetten? Dat is er niet vreselijk. Bang was men dat die Tzidukim inbreken in het authentieke Jodendom. Dus terwijl geen enkele gazen afgezet mag worden, als die bracha even niet goed weet of niet goed zegt, bij die bracha moet dat wel gebeuren. Amar Abaye, toen heeft Abaye gezegd, die gashash, dat die Shmuel HaKatan, dat die iemand is die in het loop van het jaar een min, een tzidoekje is geworden, daar hoef je niet zo bang voor te zijn, want waarom niet? Gemiri Tava lo havebisha. Mensen die goed zijn van oorsprong, van oorspronkelijk, die worden ook niet slecht. Dat is een interessante stelling, hè? De Gemara zegt dan ook gelijk daarop, daar geloof ik niks van. We haketief, er staat toch een pasuk, in Jecheskel staat een pasuk, uvishuv tzadik met zitkato, als een tzadik terugkeert, of hè, dus zijn vroomheid de rug toekeert, va'asa avel, en slecht doet, gaat de pasuk verder, dan worden hem al zijn goede daden niet meer, komen niet meer in aanmerking om hem als een goeiot te worden aangerekend. Dus daar zie ik toch uit, het kan best gebeuren dat iemand die heel goed is en heel alles precies doet, dat hij op een bepaald moment ja, zijn vroege opvattingen de rug toekeert. Zegt er maar, nee, dat wil ik niet accepteren. Hahu rasha me ikaro. Dat kan je alleen maar zeggen van iemand die van oorsprong, van geboorte, van nooit goed geweest is, die slecht was. Dat is iemand die niet zo makkelijk weer goed wordt. Aval tzadik mekaro, iemand die vroeger 100% in orde was, zoals die Shmuel HaKatan, lo, van die kun je niet aannemen dat die dan plotseling weer slecht wordt en de zaak terug te keren. Zegt hij maar, nee, ik ben nog steeds niet met je eens. Velo, we hebben een pasuk, die kent u misschien wel, die komt voor in Perkei Avot, en die pasuk die luidt, al tamin ba'atzmecha, zelfs jezelf moet je niet geloven dat je altijd goed kunt blijven als je dat geweest bent. Geloof nooit aan jezelf, ad yom motcha, tot je laatste dag. Share, Yochanan Kohen Gadol, en anders gehoord van de hoge priester Yochanan, Shemesh Bechuna Gedula, Shmonim Shana, die was jarenlang, was hij de hoge priester, Yochanan Kohen Gadol, Ulva Sof, Naset Siduki. En in de latere jaren is hij een Siduki geworden. Nou, Yochanan werd wel later uitgezet, want hij was altijd heel normaal en goed geweest volgens onze regel, en op de laatste van zijn leven is hij een Siduki geworden. Zegt de Gemara, Abaye,
En Nabai heeft nog even toegevoegd, dat is even een technische toevoeging. Hoe Yohanan, dat is deze Yohanan, waarvan Rava Amar, van Rava gezegd heeft, Yanai de Goed, hij is Yanai. Rabai, hoe Yanai. Het is dezelfde naam, want Yanai wordt ook besproken als iemand die dus later als Tzeduki zijnde heel veel van de gagamim, van de authentieke gagamim, om het leven heeft laten brengen. Het is een godsdienststrijd is dat jarenlang geweest in de vroege jaren. Hoe Yohanan, dat was diezelfde Yohanan. Zo zegt Abaye. Waarop Rava zegt, nee. Yanai de Goed, Yohanan. Waar twee verschillende mensen. Yanai Rasha Mekaro. Yanai is altijd goed geweest. Yanai Rasha Mekaro. Yanai was oorspronkelijk niet goed. En Yohanan was altijd, Tzadik Mekaro was altijd wel goed. Dan zegt de Gemara, met deze discussie moet je dus het volgende concluderen. Hanigal Abaye. Volgens Abaye is het in orde, kan ik het goed begrijpen, hoe Yohanan een Tzeduki kon worden. Want volgens de Abaye was Yohanan vroeger in zijn jeugd niet in orde. Daarna is hij goed geworden, daarna is hij niet goed geworden. Maar volgens Rava, die zegt, hij is altijd goed geweest, volgens de regel die we uitspreken en waarvan we zeggen, iemand die altijd goed was, dat Tzeduki Mekaro, maar dat kan best dat hij Tzeduki geworden is. En Dilma daarbij is misschien goed geworden en heen en weer gegaan. Je ziet, het is eigenlijk een heel, we zouden, als je dat woord mag gebruiken, een beetje naïef in onze tijd, hè, dat we dat op die manier uitdrukken, dat iemand die in zijn jeugd slecht was, dat die makkelijk weer toch de goede weg kan nemen en daarna weer terugvallen, terwijl iemand die van jongs af aan altijd de goede weg heeft geleerd, dat die niet zo makkelijk de goede weg verlaat. Helaas is dat in tegenwoordig niet meer, denk ik, helemaal te veralgemenen. Maar in die tijd heeft men dat al zodanig toch aangenomen. In ieder geval, wanneer we dus zeggen dat die Shmuel HaTzadik altijd de goede weg is geweest, nooit de verkeerde gedaan heeft, en waarvan je dus ook niet kon aannemen dat hij de goede weg heeft verlaten. Amayro Askuhu, waarom heeft men hem dan niet gewoon verder laten voortdraven? Shani Shmuel Katan, ja, zegt men, de hele kwestie van die Shmuel Katan, die dus niet meer wist hoe en wat die bracha luidde, dat was zo, de Atgilba, hij begon goed met die bracha, maar middenin wist hij niet verder. En Amarav, Yehuda Amarav, die Temer Rabbi Yoshua en Levi, en nu komt eigenlijk de conclusie van het hele verhaal, Lo Shanu Ella Shelo Hitgilba, Aval Hitgilba, Een Malino Tomim Komo. Wanneer het verschil is, of iemand de bracha reeds begonnen is, of de bracha niet reeds begonnen is. Ik zal hier even, gewoon om de conclusie duidelijk te laten zijn, de Rambam citeren. De Rambam heeft een heel hoofdstuk over Tefila, en daar vat hij deze conclusie helemaal duidelijk samen, en dan zegt hij het volgende. Shliach Tzibur, een iemand die voordabben. Sheta'a, v'nivhal, v'lo yada mehegan, en hij is midden in Braga, weet hij niet verder. Yatgil, en hij is begonnen met die bracha, de Sha'a, en hij weet niet verder. Yamot Achir Tachtaf, dan moet iemand anders doorgaan. Wim Ta'a Bewerkat Abikor zien, maar wanneer hij begonnen is met de bracha van de Lamashinim, één Mamtim Nilo, dan wacht men helemaal niet dat hij nadenkt. Hoe moet ik het nou wel doen? Ella, miyat, yamot, acher, tachtam. Men moet direct iemand anders in zijn plaats laten voordavenen. Shema, apikorsut, nizrakbo. Want misschien is dit bij deze man het geval dat hij deze bracha met opzet
niet goed of niet wil zeggen, omdat hij zelf een afvallige is, maar dat naar buiten toe niet wil laten blijken. Dat is de conclusie. En ik heb de vorige keer heb ik u verteld dat er zijn inderdaad mensen geweest in het verleden die afvallig zijn geworden. En ook in onze tijd. En die deze braga met opzet hebben weggelaten. En dat is toen helemaal de mist ingegaan. We hebben met Paul daar nog over gesproken na afloop. Maar we zullen verder geen namen noemen. Oké, goed. In ieder geval één ding is dus nu duidelijk. We hebben de Shmoneh Esrei van door de week hebben we besproken. We hebben een genoemd op grond waarvan die alle bragot die... hoeveel zijn het er nou? 19 min 6 zijn 13. 13 bragot, op grond waarvan die 13 bragot zijn ingesteld. Dat is op de keren dat Hashem staat in die ene mizmor. Dus met andere woorden, we hebben er niet zomaar 18 CQ 19 bragot van gemaakt. Maar die zijn gewoon ingesteld aan de hand van een mizmor. Waarin 16 keer de naam van Hashem voorkomt. En nu vraagt de Gemara natuurlijk heel duidelijk. En hoe zit het dan met de Gemara, met de Shmoneh Esrei van Shabbat? Hani Shema de Shabbat, de zeven brachot van de Shmoneh Esrei van Shabbat, want er zijn er maar drie, begin, drie einde en één in het midden, die eindigt op, die eindigt op één Shabbat, die ene bracha, die zeven, op grond waarvan zijn die dus ingesteld, die zeven, Amar Rabbi Chalafna ben Shaul, dat is één ingesteld. Keneget Shiva Kolot Shamar David Bemizmor Kolot Shemonai. Dat is tegenover de zeven keer dat er voorkomt Hashem in de Mizmor le David. Ook de Mizmor die we zeggen ingaande Shabbat voor de Gadoni. Als u het naleest, dan klopt het precies. Dus met andere woorden, ook hier is het feit dat er zeven bragot worden gezegd, is dus een aanleiding van een zeven keer uitdrukking van, die voorkomt in de mizmor. Tussen haakjes kan ik even bij het volgende opmerken. Het is interessant om je te realiseren dat Shabbat de enige dag is in het hele jaar waarin alle drie keren, zowel bij Maariv, Shachrit, en Mincha, een aparte Shmoneh Esrei wordt gezegd. Bij alle andere Yamin Tovin, en ook door de week, is de Shmoneh Esrei van Shachrit dezelfde als bij Mincha en bij Maariv. Alleen Shabbos heeft drie verschillende Shmoneh Esreis. S'avonds Atakidashta, s'ochtends Yismach Moshe, en s'middags Ataichat, drie verschillende. Maar alle drie is het zo dat er maar zeven bragot worden gezegd. En die zeven bragot dus zijn een ingesteld aanleiding van de zeven keer. Een uitdrukking in de mizmor die gezegd wordt bij ingaande Shabbos. Nou, dan zijn we natuurlijk helemaal nog niet klaar. Want nu vraagt de Gemara. En Hani Tesha de Rosh Hashanah. Hoe zit het dan met de Rosh Hashanah? Er zijn ze negen. Rosh Hashanah worden negen bragot gezegd. Dat zijn de drie eerste, de drie laatste. En dan zijn negen. Zeg ik dat goed? Er zijn er drie. De Zichronot, de Malchiot en de Shofarot. Dat zijn de extra bragot die gezegd worden op Rosh Hashanah, zoals u weet. En waarom zeggen we dan negen? Zegt de Gemara, ook dat heeft een reden. Amar Rabbi Yitzchak de min Kartignin. Daarop heeft Rabbi Yitzchak uit Kartignin gezegd. Dat is keneget tisha azkarot shamra chana bitfilata. U weet, op de eerste dag Rosh Hashanah wordt de parsha geleind dat Yitzchak geboren is, zoals u weet. En de haftara is de haftara van Chana. Chana, vrouw van Elkana, die
jarenlang geen kinderen gehad heeft. En die steeds, en ging met haar man, ging ze steeds naar, en de tweede vrouw, ging ze steeds op Yontef naar Jeruzalem. En één keer zat het haar zo hoog dat ze in het Beit HaMikdash, dat ze zacht tefila heeft uitgesproken om toch kinderen te krijgen. En toen zag de hoge priester Eli, die zag dat. En die zag dat zij daar lag en met haar heel zachtjes haar lippen bewoog. En die dacht dat, ze te veel gedronken had. En toen ging hij naar toe en zei, dat kun je hier niet doen. En toen zei ze, dat is niet zo. Ik ben alleen, ik ben verbitterd, want ik heb geen kinderen. En afijn, toen heeft hij een broger gegeven. En ja, later, toen kreeg ze een kind, dat is dus Shmuel geworden. Shmuel Hanavi. En die haftara, dat Shmuel geboren werd. En die hele historie daarvan. Die haftara, die wordt gezegd op de eerste dag. Rosh Hashanah. En als Chana dan Shmuel heeft gekregen als zoon, dan spreekt ze daaruit een lange tefila, waarin onder andere voorkomt Hashem Memitu Mechaye. Dus Hashem stelt vast de lengte van de dagen dat de mens leeft, en dat hij leeft en dat hij niet leeft, dat hij dit leven verlaat. En dat zijn 9 pesukim. 9 pesukim, kijk u maar na, ik heb het nagekeken, waarin Ghana Hashem dankt en lof toegeeft voor de manier waarop hij de wereld leidt. En aan de hand van die 9 hoda'at, die 9 azkarot van Ghana, zegt de Gemara hier, hebben de Rachamim ook het zo gedaan dat ze 9 brachot hebben ingesteld op Rosh Hashanah. Want er is dus een duidelijke verband tussen de verhaal van Ghana en Rosh Hashanah. Dan hebben we er nog iets over. Ze hebben nog steeds niet. Want degene die lang al deze shiur volgt, die weet dat we een tijdje geleden hebben uit heel Masechet Ta'anit hebben we geleerd. En Masechet Ta'anit, dat ging erover, uiteindelijk, het grote deel van de Masechet gaat erover, dat wanneer er geen regen was, en u weet, regen was vooral vroeger, maar tegenwoordig nog trouwens, is het heel belangrijk voor de landbouw. En in Israël was het überhaupt heel belangrijk, de regen. En zelfs tegenwoordig, nu met de verandering van het klimaat, er wat minder regen komt, is het zelfs in Nederland belangrijker geworden, of liever gezegd, vroeger was er voldoende regen en nu is het ook af en toe een beetje te weinig regen. En de Gemara, de Mishnah trouwens, vertelt daar dat wanneer het lang niet geregend had, dan heeft men extra tachanunim ingevoerd, extra smeekgebeden, en men heeft extra brachot ingevoegd in de Shmone Esrei, en uiteindelijk waren dat er een heleboel, waren dat er 24. U herinnert zich, ik heb dat toen helemaal opgeschreven. Dus precies met de bracha, dus de inleiding, de tekst en de bracha die gezegd werd. En er werd er nog shofar geblazen. Dat was een speciale dienst die er werd gehouden. En dat, uiteindelijk waren dat 24 brachot die in de Shmone Esrei werden gezegd vanwege de Tanis. En nu de Gemara bezig is om bij iedere Shmone Esrei dus even zich af te vragen, hoe komen we nou aan de getallen van respectievelijk 6, 18 à 19 en 7 en 9 en nu 24, hoe komen we aan die getallen? Dan komt de Gemara dus uiteindelijk nog tot de vraag, hoe komen we dan aan die 24 van de Tanit? En daarop zegt de Gemara, antwoord de Gemara aan Rabbi Gelbo, dat heeft ook een reden van de historie. Dus Kneret Esrim, waarba Renanot, Shamar Shlomo, Bishar Sheikh Nisaron, Leweet Kotsher Kodoshim. Als u kijkt in Melachim 11, hoofdstuk 8, vanaf Pasuk 23, daar wordt verteld hoe de inwijding van het eerste Beit HaMikdash plaatsvond toen Shlomo HaMelech, die zoals u weet het Beit HaMikdash heeft laten bouwen, klaar was met de bouw.
Dat is natuurlijk dat heeft jarenlang geduurd. En toen het gebouw klaar was, moet het een heel imposant gebouw zijn geweest in die tijd, is Shlomo Miller gekomen, heeft een hele lange braga uitgesproken over het volk, heeft HaKadosh Baruch Hu gedankt dat hij het Beit HaMikdash mocht bouwen en niet zijn vader, want u weet, eigenlijk wilde zijn vader, koning David, wilde het Beit HaMikdash bouwen, maar de profeet Nathan heeft hem dat toen de veld van HaKadosh Baruch Hu heeft gezegd, kun jij niet doen. Jij, David, hebt veel te veel oorlogen gevoerd. Jij kunt niet degene zijn die het Beit HaMikdash, het heiligdom, het symbool van de vrede, en dat jij dat bouwt, dat zal je zoon doen. En dan staat een hele lange, niet alleen maar een lof van HaKadosh Baruch Hu van Shlomo HaMelech, maar ook een hele afhandeling van Bragaan het volk, als het volk zal gaan, de wegen die Hashem ons geboden heeft enzovoort, dan zullen allerlei bragot, zullen ons deel worden. En in ieder geval, dat is een als je dat nagaat, daar komt 24 keer komt in die psukim, waarin Shlomo het volk de braga geeft, komt 24 keer komt een uitdrukking voor van Rinun, Rina Tfila. Rina is een andere uitdrukking voor Tfila. En het woord Tfila. Als je de woorden van Rina en Tfila telt in die psukim, dan kom je inderdaad tot 24. En die 24 woorden van Rina en Tfila, van gebed, die zijn de basis geweest op grond van zo zegt de Gemara, op grond van de 24 extra bragot die de Chachamim ingesteld hebben bij de Taanit. Maar ja, je wil gewoon duidelijk een oorsprong vinden van al deze getallen, want het is niet allemaal zomaar uit de hemel komen vallen. Want dan zou je kunnen zeggen, had alles één enkele reden kunnen, één enkel getal kunnen hebben, en dan zou je daar min of meer in kunnen schrappen en toevoegen, zonder dat je bragot eigenlijk invoert. En we zullen zo direct zien, dat is heel interessant, dat er heel erg precies wordt rekening gehouden met die bragot, en dat je niet zonder meer toestemming hebt om het aantal bragot zonder meer te vermeerderen of te verminderen. En dat komt direct heel duidelijk tot uiting in bragot, die we zo direct zullen zien, waar we vorige week ook al even over hebben gesproken. Nu vraag ik maar alleen nog eventjes het volgende. Ihagi, als je zegt dat die tefila van 9 keer ingesteld is op grond van de rinna, van de uitdrukking van echt de uitdrukking van tefila. Kijk, tot nu toe hebben we gezegd, al die andere keren is het getal van de Shmoneh Esrei ingesteld op grond van de keren dat er Hashem staat in de Mizmor, of in de keren dat er Kol Hashem staat, de stem van Hashem in staat. Maar hier, bij die 19 bragot van Jonte, van Rosh Hashanah, dan gaat het echt om de uitdrukking van Rina en Tefila. Als je dat zegt, dan is het toch zo. Als je dat zegt, dan moet je eigenlijk iedere dag 24 tefila zeggen. Rina Tefila is Tefila. Dan moet ik dus 24 keer. Moet 24 maar God zeggen. Emat amrinu ihagi kol yoma namin amrinu. Laten we dan iedere dag die 24 maar God zeggen. Ja? Zegt de Gemara, nee, dat doen we dus niet. Emat amrinu Shlomo. Wanneer heeft Shlomo deze rinna uitgesproken? Dat heeft hij gedaan bijoma de rachme. Op de dag dat er speciale rachamim, speciaal HaKadosh Baruch Hu gevraagd wordt om rachamim, om medelijden met ons te hebben, om ons die bragot te geven, om ons extra in de hele toekomst de zegen te geven die zo Shlomo daar uitgesproken heeft. En dan is het zo dat Anan nami bioma de rachme amrelu, dan willen wij ook die extra bragot, die 9 bragot, die willen we dan ook inderdaad reserveren voor die dagen dat we Hashem Rachamim vragen. En dat is natuurlijk, dat is Rosh Hashanah.
de dag van Yom HaDin, de dag dat Hashem recht spreekt over deze wereld. Dat is de dag waarop wij de echte Rinna, Rinna is echt een diepe tefilla aan de Kodesh Baruch Hu, dat we die uitspreken en die willen zo, dat willen we dan niet iedere dag doen, maar dat willen we reserveren tot de dag waarin we überhaupt ook dan, net als op dagen waarop we HaKadosh Baruch Hu intens vragen om de regen, willen we dit reserveren op de dagen waarop we intens Hashem vragen voor ons leven van het hele volgende jaar. Oké, dat wat betreft de Shemoneh Esrei tot nu toe. En nu komen we tot de verkorte Shemoneh Esrei, waarvan ik u het einde van de shiur van de vorige week al heb laten zien, die sidur van het leger van de oorlog, waarin ze afgedrukt hebben die korte Shemoneh Esrei avinenu, waarvan de halacha ook zegt dat als iemand werkelijk niet de tijd en de mogelijkheid heeft om de kavana, de Shemoneh Esrei, te spreken, dan kan hij terugvallen op die hele korte Shemoneh Esrei, die echt heel kort is, en die begint met de woorden havinenu. Maar nu, daar komen we dan op een bepaald moment toch in de moeilijkheden, zoals de Gemara nu zal uitleggen. Rabbi Yehoshua Meir, me één Shemoneh Esrei. We hebben in de Mishnah geleerd, zoals u zich herinnert, in de Mishnah waarom het deze Gemara gaat, dat wanneer iemand onderweg is, en wanneer hij dus niet de mogelijkheid heeft om daar lang te davenen, dan kan hij in plaats van de Shemoneh Esrei zeggen, me één Shemoneh Esrei, een tefila die overeenkomt met de Shemoneh Esrei. Mai me één Shemoneh Esrei, wat is overeenkomend? Zegt de Gemara, Rava maar, dat is meeen kol bracha ook bracha. Dat is een hele korte samenvatting waarin een paar psukim worden geciteerd. En ieder pasuk geeft even weer de inhoud van de bracha zoals hij in de Shemoneh Esrei voorkomt. Ja, Ushmoel maar. En Shmoel zegt, wat is dat dan? Dat is, nu komt het woord komt er eindelijk uit, Havinenu. En dan moet je goed luisteren, Havinenu, hoe die dat samenvat. Dat doet hij als volgt. Ja, ik heb het hier een klein beetje op een, ik weet niet of u het kan zien. U ziet hier, heb ik, ja, het komt niet goed over, hè. Hier heb ik op een rijtje gezet, anders moeten we een sidur nemen, de bragot van de dagelijkse Shemoneh Esrei. Dus atagonen omdaad. Hashiveno vino le toratecha, slachlanu, ja, de gewone volgorde van de brachot. En als je nu kijkt naar Havinenu, dan zegt hij maar het volgende. Dit gaat als volgt. Hashem Elokeinu, geef Havinenu la daad darkecha. Laat ons begrijpen uw leer. Zelfs als atagonein lomdaad. Ja? Volgende zin. Umolet lemavenu. Lirategha. En laat ons u terugkeren tot uw Torah. Zelfs als Hashivenu Abinu le Torategha. Volgende zin. Betislachlanu. En vergeef ons. Slachlanu. Liyot Gulim. En laten wij vrij zijn. En laten wij gezond zijn. Liyot Gulim. Berachakenu Mimachuvenu. Laat ver van ons zijn. Pijnen en ziekte. We dashneinu benodatzecha. Laat ons het goed gaan in ons land. Baregalenu. Zegen ons land ook. Baregashanim. Dan. Unefutsatenu. Meawar kabet. Verzamel ons weer samen tot naar ons land terug te keren. Teka bishufragadol. Dat is de bracha van. Bevrijd ons weer en laat ons terugkeren tot ons land. En aldaat ga je spoor toe. Laat ons recht wederveren. Wederkeren. Dus Hashiva Shoftenu. Dat is de bracha van. Laat de rechtspraak over ons weer goed zijn. Walaf Shaim Tanif Yadaga. Dat is die beruchte bracha van Amashinim. Dus wend u tegen onze vijanden. Wie is me goed, Sadikim? En laat het tzadikim geven hun vreugde. Dat is Allah tzadikim. De bracha van Allah tzadikim. En dan, bevind je aan IGA
Uvitikun Hechalecha, bouw weer onze stad, dat is Yerushalayim Yircha. En dan, Utsmichat Keren Ledavid Avdecha, dat is het Tzemach, stel weer in het koningschap van koning David. En dan uiteindelijk, en Ata Ta'ane, en u verhoort ons, dat is Shema Koleinu. En dan eindelijk, na al die heel korte woordjes, dus die woorden zijn zo gekozen, hè, dat ze steeds overeenkomen met een van die 16 middelste bracha's. En dan, Bogat Hashem, Shomer Tfila. Is het duidelijk wat ik duidelijk heb laten? Dus alle 16 brachot worden in twee woordjes, twee woordjes van de volgende, enzovoort. En dan de einde, Shomer Tfila. Oké? Okay? Nou, dat is een hele korte tfila. Dat is de tfila van Havinenu. Maar, daar is niet iedereen het mee eens. Waarom niet? Layit ala Abaye. Layit ala Abaye. Abaye was er helemaal niet mee eens. Aman de matzli havinenu. Hoe kun je dat doen, zeggen? Want je moet eigenlijk die 16 keer een bracha uitspreken. Je kunt niet zomaar de inhoud zeggen. En dan de inhoud van de volgende. En de inhoud. En dan het einde zeg je Shomer Tfila. Je moet eigenlijk, al mag je maar een hele korte parafrase van die bracha. De bracha. Baruch Ata Hashem, Chone Nadat. Baruch Ata Hashem, Shomer Ovim, Umachli Yezedim. Baruch Ata Hashem, Selachel. Je moet de bracha, Baruch Ata Hashem. Dat moet je wel zeggen. Die kun je niet zomaar weglaten. Zet Abaye. Dus zo kort, als jij zegt, zo kort kun je dat niet doen. En daar gaan we nu even over praten. Hoe zit dat nou precies? Waar weet ik uit dat je überhaupt de bracha moet zeggen? En dat je de bracha niet zomaar kunt weglaten. En dat je hem ook niet zomaar kunt toevoegen. Zegt de Gemara, Amrav Nachman Amr Shmuel. Kol ha-shana kula mitpalel adam avinenu. Gewoon even terug naar het avinenu. Je mag het hele jaar lang, kun je avinenu uitspreken. Maar, goeds mimotze shabbat. Behalve uitgaande Shabbos en Yontef. Waarom? Omdat uitgaande Shabbos en Yontef moet je in die Shmone Esre brengen de Havdalah. Mipneeshet Sarich Lomar Havdalah in de Bracha Chonen Adat. De Bracha Ata Chonen Adam Daat, dat is de Bracha waarin volgens de Gemara, volgens de meesten, we zullen straks een andere mening zien. Volgens de meesten moet je in de bracha, moet je de Havdalah zeggen. Dat doen wij ook. Wij zeggen op uitgaande Shabbat en Yom Tov, Ata Chonen Amdat, en dan direct, Ata Chonantanu, dat is de Havdalah, en daarna, Baruch Ata Hashem, Chonen Adat. Die moet je zeggen. Matkif Rabba Bar Shmuel, daarop heeft Rabba Bar Shmuel gevraagd, even tussendoor, nu op dit onderwerp, we nemen ra bracha revi'it mifnaatsma. Waarom zeggen we eigenlijk niet die bracha als een extra bracha na atachonen omdaad? Dus dan zouden we moeten zeggen, atachonen omdaad, mochat Hashem, chonen adaad, en dan apart, atachonantanu, met een aparte broche. Milo tenan, hebben we niet geleerd in een andere Mishneh, Rabbi Akiva meer, omra bracha revi'it bifnei atzma. Rabbi Akiva is van mening dat je die moet zeggen in een aparte broche. Ja? En waar moet je die zeggen? Daar is dan nog een meningsverschil over. Rabbi Eliezer meer, behoda'a. Rabbi Eliezer moet het zeggen bij modim anachnu lach. En wij zeggen, of tenminste de eerste zei, je moet het zeggen direct na Atachonen Lodom Daad. Maar je moet een extra broche zeggen. Ja? Zegt maar nee, dat kunnen we niet doen. Dat kunnen we niet doen. Want Atu Korashana Kula Miyovdin en Rabbi Akiva. Het hele jaar, die hele Rabbi Akiva, die zegt je moet een aparte broche zeggen. Dat doen we het hele jaar, doen we dat niet. Nooit doen we dat. Hashta Nami Nevit. Moeten we dat nu dan wel doen? En
Kol ha-shana kula mai tama lo avdina de Rabbi Akiva? Wat is de reden dat we überhaupt Rabbi Akiva niet accepteren met zijn mening dat je een aparte broche moet zeggen voor Havdole? Omdat Tmanje Srei Takun, omdat de Shmone Esre ingesteld is met 18 CQ 19 broches, de Shasre 19 broches, het Shasre Lo Takun, maar 19 broches, dat bedoel dus 20. Die 19 broches zijn oorspronkelijk door de Rachamim ingesteld. We gaan niet nog meer dingen, nog meer brachot toevoegen. Als we iets toevoegen in de Shmone Esre. En u weet, we kunnen in de Shmone Esre ook invoegen, privé, als ik het zo mag noemen, privé brachot. Bijvoorbeeld als iemand parnassa nodig heeft, als iemand refua, genezing nodig heeft, dan kan hij die invoegen in de verschillende brachot van de Shmone Esre. Maar als een aparte broche in te voegen, dat doen we niet. Het is ingesteld door de Chachamim als maximaal 19, 18 CQ 19, dat is de standaard en daar voegen we geen broches aan toe. Wel de fillers kunnen aan toevoegen, maar geen broches, behalve de keren die we dus in het begin van dit uur hebben genoemd op andere dagen. Ja? Zegt de Gemara verder, oké, maar laten we dan toch in ieder geval Matkif Marzutra v'nichlala nichlal havineinu Hashem Elokeinu hamavdil ben kodesh lechol. Laat dan op zijn minst in kunnen voegen in het havineinu de woorden van hamavdil ben kodesh lechol op uitgaande Shabbos of Omtev Oyomtev. Dat doen we niet. Zegt de Gemara, antwoord, Kasje, inderdaad, dat is een vraag, die kan ik je niet beantwoorden. We hebben die Havinenu weliswaar ingesteld zonder bracha aan het einde, eigenlijk als een handreiking aan die mensen die echt heel geen tijd hebben, maar die toch de essentie van de 16 middelbrachot willen uitspreken. Daar zullen we het dan verder niet over hebben. Eigenlijk zou je een bracha moeten zeggen, maar we hebben dit dus als een soort noodoplossing genoemd, maar die moet dan ook zo blijven zoals we gezegd hebben. En jij vraagt eigenlijk terecht van waarom voeg je dan niet op zijn minst de woorden Hamavdi Mekolesh Lechol toe, net zoals je van alle andere brachot alleen maar de inhoudwoorden even erin vermeldt. En dan zeg ik mooi in de kastje, kan niet beantwoorden. Het antwoord is niet te geven, maar de Gemara gaat er verder niet op in. Dus je kunt het antwoord zelf bedenken. Misschien dat we het wel hadden moeten doen, niet hadden moeten doen. Er is geen duidelijk antwoord gegeven waarom het niet gedaan is. Maar de Gemara gaat nog verder hierop in, wel, en zegt, die vraag die heeft nog een staartje. Want Amarav Bibi Barabaye, Amarav Bibi heeft gezegd, Korashna Kula mit Palel Adam Havinenu. We hebben dus gezegd, het hele jaar door mag iemand in principe, wanneer hij geen tijd heeft, die uitermate verkorte versie van de Shmone Esre zeggen. Maar goed, Smimot Geshamim. Maar dat zou dan ook moeten zijn, behalve de winterdagen, dus wanneer er regen moet komen. Waarom? Met Pneshet Sutsarich Lomar She'ela Bewekat Shanim. Want u weet, een van de heel belangrijke zaken is dat we in de winter de bracha zeggen, Bareg Alenu, meteen Tal Umatale bracha. Dan vraag ik Hashem te geven, regen en zegen in de winter. Dat is zo belangrijk dat wanneer iemand zich vergist en in de winter dat niet zegt, maar de versie van de zomer zegt, dat hij de Shmone Esre over zou moeten zeggen. Dus dan zou je moeten in dat Havinenu toch ook iets moeten zeggen van die Birkat Hashanim, ja? Maar ja, er is geen duidelijk antwoord op. Maar Matkif Marzutra, wanneer Glal Michlala, laat het dan, als je het dan niet in een extra braga kunnen zeggen in dat Habinenu, omdat we dat weglaten, omdat het zo kort mogelijk te houden, laat het dan zeggen in die woorden van die braga van Baregalenu, die braga, die woorden die waren de Dashnenu Binotatzega, geef ons vetheid, geef ons goede opbrengst van ons land. Laat dan erbij te zeggen, en ten talumatar, laat dan en talumatar die woorden erbij zeggen in het Havinenu.
Ja? Atilit Rude, zegt Gemor, nee, dat doen we niet. Kijk, Atilit meteen letterlijk, je maakt de mensen maar in de war. Waarom maak je de mensen in de war? Mensen hebben haast. Mensen zeggen, willen al davenen. Ze willen het Havinenu davenen. Dat Havinenu heeft een uitermate gecomprimeerde tekst. Je moet je goed concentreren dat je die paar woorden die iedere braga hier is, dat je die goed uitspreekt. Als je dan de mensen nog een keer extra dingen in laat voegen en uit laat voegen en extra zeggen en niet het zeggen. En misschien is dat ook het antwoord indirect op de vraag waarom laat je dan niet Hamavdi met cholesterol erin zeggen. Dat maakt de mensen zo dag in de war. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Zegt de Gemara, als je dat zegt, ja, dan moet je met een gewone Soanesco ook rekening mee houden. Dan moet je, dat een keer op een Shabbosmiddag, heeft Guido daarover gesproken, als ik niet vergis, eigenlijk zou je bij de tefila geen sidur in je handen moeten hebben. Bij ons is het natuurlijk heel anders, omdat wij juist meer concentratie kunnen hebben als we de sidur voor ons hebben en de tekst voor je hebben, omdat je anders in de war komt. Maar kennelijk vroeger was er een tijd lang dat we dat niet nodig achten en dat men dus met gesloten ogen, zeg maar, de tefila kon doen. En dan had men de sidur niet voor zich. Maar dan zegt hij maar, ja, aansluitend aan die opvatting dan, dan kom je ook in de war als je af en toe is op een enkele dag, zoals Moshe Shabbos, Moshe Yontef, dat je dan dingen moet gaan invoegen van, dan zou je dus ook in de war kunnen komen. Dus dan moet je dat ook niet laten doen, zegt de Monet. Dat is niet het geval. Amru, kiven, de atja bitchilat slota, want dat die Havdalah, die zeggen we helemaal in het begin van, zeggen eerst die drie eerste bragot, die weet iedereen, die kan die zomaar zo zeggen. En bij de eerste braga, daar raad je nog niet echt in de war. Dus bij het begin van de Soanesco, lo mitrit, daar komen mensen kennelijk niet echt mee in de war. Maar haga, hier, kimmen de atja bij emtsatsluta, als het gaat om invoegingen die je moet doen bij emtsatsluta, in het midden van de Soanesco, dan matrit, dan kom je wel in de war. En dan moet je dat dus niet doen. Het komt bij ons misschien allemaal een beetje, moet ik zeggen, een beetje extra precies voor deze hele discussie. Maar je moet je toch voorstellen dat in die tijd, vooral in de tijd van min of meer het begin van de tefila keseder, de tefila in de volgorde zoals wij die tegenwoordig kennen, in de begintijd was het helemaal nog niet zo precies allemaal geordend. Dus je had mensen die namen het uit hun hoofd. Mensen wisten niet precies hoe het moesten. Mensen die konden hun bogen weglaten. Mensen die niet wisten waarom moeten we dit invoegen en waar moeten we dit invoegen. En daarom deze hele discussie en daarom ook deze hele achtergrondinformatie. Luister, de Chachamim hebben dit ingesteld onlangs, toen dan onlangs, omdat het allemaal een backing heeft naar bepaalde uitspraken, uitingen of manieren van zoals voorkomt in de Mizmor, in Tenach, daarop is het geënt. Dus dat is allemaal heel duidelijk, dat in die begintijd moest dat allemaal heel duidelijk worden. Daar staan we tegenwoordig niet meer zo stil. Maar vandaar deze voor ons wat super precieze discussie over al deze kleinigheden die voor ons eigenlijk heel erg normaal en routine zijn geworden. We nog even doorgaan. Matkiv Rav Ashi. Toen heeft Rav Ashi nog het volgende gevraagd. Ja? Waarom, als we zeggen, nog even over dat Havinenu terugkomen, laten we dan tenminste die invoegingen doen als begin, mensen worden wel of gaan nog niet in de war komen, maar als je dan het laatste bij Shomer Tfila, bij het einde van de Havinenuns, dus voor het begin van Retse, wat weer de normale Shomer is, misschien kun je de mensen daar laten invoegen, want dan kunnen ze niet meer in de war komen, want dan hebben ze de rest al gezegd.
De Amarabi Tanchum, Ta'a, Vlohinski en Gemoerd Geshomim. We hebben toch een uitspraak van Rabbi Assi, dat überhaupt normaal gesproken, wanneer iemand vergeten heeft om in de Shmone Esra te zeggen, Tal Umatar, ja, Beweka Triat Hametim, of Mashifaruach in de eerste Brachot, Magzirin Oto, dan moet men hem opnieuw de bracha laten zeggen. Maar dat kan hij dat doen. En dat kan hij dat doen in Shema Koleinu. Ja. Zegt de Gemara. She'ela bewerkat Hashim. Een magazin oto. Maar wanneer hij vergeten heeft om. Dat is de oorspronkelijke mening van de Gemara hier. Als hij vergeten heeft meteen Talmata te zeggen. In de bewerkat Hashanim. Een magazin oto, dan hoeft men hem toch niet de Shmones over te laten zeggen. Omdat hij het in Shmet Vila kan zeggen. Zo zou je kunnen zeggen dat alle invoegingen die hij vergeten heeft, zou hij ook bij Havinenu aan het einde kunnen zeggen. Zeg maar, nee, daar willen we niet over beginnen. We hebben nu ingesteld zoals we dat gedaan hebben. En we willen niet de kans lopen dat mensen in de war komen. En bovendien, bij die Havdalah geldt nog één speciale regel. Dat zegt de Gemara nu. We Havdalah begonnen aan Daat, één magazine auto. En die hele bracha van Gonen Daat is sowieso ook een bracha. Dat Atochanantanu, die Havdalah, die als iemand die vergeten is, dan hoeft hij de Shmone Esra als zodanig niet opnieuw te zeggen. Mipnish Yecholomra ala kos, omdat hij Abdallah kan maken op een beker wijn. En u herinnert zich van de vorige shiur, dat is, deze mening is inmiddels dus veranderd, omdat we uiteindelijk hebben de Chachamim, die vinden de Abdallah zo belangrijk, zo liet de Abdallah zeggen in de Shmone Esra en ook nog op de kos. Vandaar dat je gegeten hebt om Malte Shabbos in de Shmone Esra te zeggen, dat je dan toch de Shmone Esra moet overzeggen. Als je vergeten hebt, hebben we het toen over gehad, met het overzeggen van de Shmone Esra. Welke van de Shmone Esra is de Tashlumin, is het zeggen dat je het vergeten hebt, en welke is van de volgende dag. Dat is het antwoord van de Gemara. En dat is het verschil met Ta'a, wanneer iemand vergist heeft Birkat Shanim te zeggen, meteen Talmatar Shani, dan kan hij dat wel weer invoegen. Maar Havdalah zou hij dus volgens zijn mening niet hoeven niet te herhalen, omdat hij maakt Havdalah kos. En dat is dus tegenwoordig veranderd, want tegenwoordig moet je eigenlijk beide doen. Oké. Ik denk dat we hier even kunnen stoppen, omdat het volgende stuk van de Gemara gaat ook nog even over wanneer je wat moet herhalen in de Shmone Esra, wanneer je het hebt gegeten. Het belangrijkste eigenlijk wat we dus hebben geleerd vandaag, dat is dat alle Shmone Esra's van de weekdagen, van Yontef, van de Tanit, van Rosh Hashanah, dit aantal brachot heeft allemaal een backing, heeft allemaal een reden waarom je het zegt, waarom er zoveel gezegd worden. En verder hebben we gezien dat wanneer je dus echt geen tijd hebt, dat je dan die hele verkorte Shmone Esra kunt zeggen, waar twee meningen over zijn. De ene mening die we vorige week gehad hebben is even een korte samenvatting. De eerste woorden en dan steeds weer Baruchat Hashem en de echte Avinenu, waar je dat Baruchat Hashem zelfs mag weglaten, op grond van het feit dat je echt geen tijd hebt, hoewel je eigenlijk de brogen zou moeten zeggen, maar die mag je dan weglaten, tot aan Shomer Tefillah. Dus dan heb je echt een heel gecomprimeerde Shmone Esra die je hebt kunnen zeggen. En verder, alle tegenwerpingen van, moet je dan niet toch dit invoegen, of moet je niet even dat invoegen, et cetera, dat hebben we afgedaan, eigenlijk met de uitspraak van, je moet de mensen, als ze toch al met verkort bezig zijn, niet door de war laten ze worden door nog een keer iets te laten invoegen en weer iets anders te laten invoegen. Dat brengt alleen maar tot stand dat mensen nog meer in de war raken. En zeker in deze tijd, begintijd van de instelling van het villa, is dat iets wat niet wenselijk is geweest. Oké, tot hier. En heeft iemand hier iets nog over
te vragen over hun dagelijkse tefila. Zo niet, dan hoop ik dat dit duidelijk geweest is. En dan... Ik zie hier in de Shulchanaroeg nog een heel groot hoofdstuk erover. Ja, ja, mijn bedoeling is ook, omdat we deze Gemara's nog niet lang meer, als we die hebben, af hebben gerond, dat we dan de echte halacha in de Shulchanaroeg even doornemen. Omdat A, dat is gecomprimeerd alles, en B, is dat ook de halacha. Je ziet namelijk hier hoe verschillende meningen steeds naar voren komen. En je zou haast kunnen zeggen, hoe je het doet, doe je het niet verkeerd. Maar daar heeft natuurlijk één weg aangewezen. En die...